Het DNA van Almelo. Een beeld van en door ons allemaal. Dat is het doel van het koersdocument voor de binnenstad. Maandagavond waren de burgers van Almelo aan zet in het eerste stadsgesprek. De grote benedenhal van het stadhuis werd bevolkt door ruim 150 mensen die zich aangemeld hadden. Het liep namelijk storm bij de aanmelding en er moesten zelfs mensen teleurgesteld worden. Bureau Site Urban Development uit Amsterdam was ingehuurd om binnen te halen wat de aanwezigen mee wilden geven. En zij presenteerden stevige stellingen en peilden de stemming en meningen in de zaal. De binnenstad is er vooral voor de Almelo's. Die richt zich vooral op de Almelo's. Of Almelo trekt juist veel winkelend publiek en toeristen uit de regio. Blauw. Mijn favoriete winkels vind ik op de of aan de Grote Straat. Of ik ga vooral op zoek naar al die leuke plekken en straatjes aan de randen. De binnenstad moet vooral het winkelen versterken. Of de binnenstad moet inzetten op een mix van wonen, werken, ambacht en meer. In Almelo woon je in een gezinswoning, één gezinswoning in wijken rondom het centrum. Of in Almelo is juist meer behoefte aan meer binnenstedelijk wonen in bijvoorbeeld een appartement. Het gaat over water. Water in de binnenstad zorgt voor sfeer en maakt het verblijf aangenaam. Kun je fijn aan zitten. Of juist het water is er voor de watersport en voor activiteit. Aldus opgewarmd zetten de deelnemers aan de tafel zich tot stevige gesprekken. De oogst waarvan werd opgehaald door Stefan Stolk en Oetsen Boersma van Site Urban Development. Saïd Benayat, adjunct-directeur van de gemeente, toonde zich getroffen door de betrokkenheid van de deelnemers. Site gaat ook in gesprek met de jongerenraad, culturele partners, ondernemers, grote bedrijven, de horeca en investeerders binnen en buiten Almelo. De resultaten zullen na de verkiezingen gepresenteerd worden in het tweede stadsgesprek en dat zal tot concretisering leiden. Eind april is dat, begin mei. En doel van het koersdocument is om voor alle partijen richting te geven om de aantrekkelijkheid en vitaliteit van Almelo te vergroten. Wat heeft deze avond je gebracht? Nou ja, een inkijkje in hoe de gemeente denkt onze stad verder te ontwikkelen. En ook te horen hoe andere inwoners van Almelo erover denken. Is het je mee of tegengevallen? Ik vond het erg leuk. Ja, ik vond er sprak veel betrokkenheid toch wel vanuit het gemeentebestuur naar onze meningen uit. Heb ik de indruk. En ook het feit dat er zoveel mensen aanwezig waren. Ja, dat doet mij wel deugd. Dus vond ik erg leuk. Medisch centrum De Kolk aan de Bonnebroekse straat herbergt sinds dinsdagavond Longpunt Almelo. Het 64ste Longpunt van Nederland werd feestelijk geopend. Naar aanleiding van een bijeenkomst van het Longpunt in Enschede. En toen merkten we eigenlijk dat er ook in Almelo behoefte was aan het start van een Longpunt. Omdat het voor geografisch en ook met name in de afstand voor astma- en COPD-patiënten eigenlijk wel heel erg ver was Enschede. We kunnen hier in Almelo prima een bijeenkomst organiseren. Dus dat is eigenlijk de reden dat wij hier een longpunt hebben geopend. Wat houdt een longpunt eigenlijk nu in? Longpunt is eigenlijk puur een bijeenkomst, vier avonden per jaar. Voor mensen die zich betrokken voelen of lijden aan een longziekte. Dus het kan astma zijn, COPD zijn, sarcoidose of andere longziekten. Eigenlijk dus iedereen die betrokken is bij een patiënt die longziekten heeft. Mantelzorgers, partners of verzorgenden van een patiënt, maar natuurlijk ook de patiënt zelf. Ja. Hoe vaak zijn er bijeenkomsten? Wij proberen viermaal per jaar een bijeenkomst te organiseren. Twee in het voorjaar, twee in het najaar. Buiten de vakanties om proberen we dus eigenlijk vier keer per jaar een bijeenkomst te organiseren. Met allemaal verschillende sprekers, dus elke avond biedt weer wat anders. Bij COPD zijn de bronchiën beschadigd en altijd ontstoken. Men noemt dit ook wel chronische bronchitis. Eerst accepteren dat je de ziekte hebt.
Is dat herkenbaar? Ja? Hoe krijg ik dat voor elkaar dat mensen het accepteren? Zegt u het, wat moeten wij als hulpverlener doen om mensen hun ziekte te leren accepteren? Dat je erachter moet komen, misschien wat het voor mensen de moeite waard maakt om er zelf voor te gaan. Om zelf dat stukje organisatie en dat stukje inspanning te willen verrichten. Er zijn al in 63 plaatsen in het land zijn al longpunten. En vorig jaar mocht ik ook een keer een verhaal houden in Enschede en zag hoe enthousiast het publiek, de patiënten waren, om toch meer kennis te krijgen, met elkaar over een ziekte te praten. Dat enthousiasme dacht ik van kom, dat moeten we in Almelo ook doen. Waarom is een longpunt belangrijk voor mensen met een longziekte? Omdat ik denk dat als een longpatiënt van een andere patiënt hoort hoe die met dingen omgaat, het meer effect sorteert dan dat je als hulpverlener voor elkaar krijgt. Ja. Zijn er veel mensen met longziekte in Almelo? Ik denk het wel, ja. In Almelo is natuurlijk een gemeente met een lage sociale klasse. Er zijn veel COPD'ers, er zijn veel rokers. Ik denk dat het een gebied van Nederland is waar veel longziekten zijn. Groningen heeft veel, Twente heeft veel longziekten. Ja, het is toch de textiel, de rook. Dat heeft geen goed effect gehad. En nou, als u een advies mocht geven, heel gewoon algemeen, wat zou u dan zeggen tegen de mensen? Tegen de mensen, ja, eigenlijk tegen de jeugd, van begin niet met het roken. En de scholen, zorg ervoor dat je een rookvrij schoolplein hebt. Politici gebruiken nog wel eens wollige taal en moeilijke woorden. Daarom organiseerde Stichting Avelijn voor haar cliënten een bijeenkomst met politici in de Twentezaal van het stadhuis. Meegedaan met theater, verzet kraak. Nu moet gaan naar Oostland op theater. En dat voelt ze heel goed. Ja. Kijk eens. Bijna alle partijen waren goed vertegenwoordigd. Er was een hoge hoed met veel moeilijke woorden en de raadsleden mochten ze uitleggen. In 2015 ben ik met collega's gevraagd voor Zembla. En dat ging eigenlijk over een algemene uitzending die genoemd is naar Lisbeth volgt het niet meer. En dat is eigenlijk, houdt dat in dat in welke gemeente je ook woont, dat mensen met een lichamelijke beperking vaak brieven krijgen die ze niet snappen. Veel is te moeilijke woorden. Ik woon nu in de stad Utrecht, de gemeente Utrecht. Ik krijg daar ook nog een begeleiding van de WMO. Maar dat betekent nu dat ik dus veranderd ben van de zorg naar de gemeente. En dat betekent ook dat de brieven best wel moeilijk en pittig zijn. Dus ja, dan is het voor een hele hoop mensen met een beperking toch wel heel moeilijk als je zelf moeilijke instanties moet bellen, heel veel keuzemenu, weten aan wie, aan welke keuze je een vraag gaat stellen en ook met brieven lezen. Wat bedoelen ze met heel bepaalde, hele lange zinnen? Vaak ook als ik op websites kijk, staan weinig plaatjes, heel veel lange lappen tekst. En dat is voor mij ook soms heel moeilijk om daaruit te komen. De voorliggende voorziening. Wat? Dat weet je ook niet. Nee, voorliggende voorziening. Als er iets. Denk dat niet, maar een lach. Oud-buschauffeur Joop Jimmink reed voor de TED, dat is de Twentse elektrische tramwegmaatschappij, jarenlang door stad en land van Twente.
Tegenwoordig woont hij in het woonzorgcomplex Het Wegeler in Almelo, maar zijn oud-collega's zijn hem niet vergeten. Ik heb met Joop altijd jaren gewerkt. Eerst als chauffeur, maar hij reed dan in Almelo en ik in Enschede. En later ben ik controleur geworden en hij ook. En we samen nog in de controlewagen hier in de buurt gereden overal. Ja, het was een mooie tijd. Woensdag werd hij samen met een grote groep medebewoners opgehaald door een oud collega. En die kwam voorrijden met een historische touringcar. Erik, even erbij. Beugen ook nog niet. Een heel mooi ritje waar ook een heleboel andere bewoners mee gaan. Ja, zeker. Ik bedoel, of we nou met 3 personen rijden of met volle bus. Dan maakt het niet uit. Alleen voor de chauffeur is het wat lastiger. Want er zit geen stuurbekrachtiging op. Op het programma stond een uitgebreide rondrit door de streek waar de heer Jimmink menig passagier liet in- en uitstappen. Wij zijn hier ter gelegenheid van de heer Jimmink. Dat is een oud collega van ons. Ik mag wel zeggen een hele fijne collega. We gaan nu een klein ritje maken. We hebben hier dus de praktijkopleidingen, de basisberoepsgerichte leerweg, waar veel praktijk is. De kader ook veel praktijk. De gemengde leerweg heeft iets minder praktijk en meer theorie. En de theoretische leerweg, dat is de leerweg die vroeger de MAVO heette. En die hebben we hier dus in huis. Ik heb een timmerman op basisniveau en op kaderniveau. En dat zijn dus mooie mensen die met de handen kunnen werken, waar de praktijk heel veel behoefte aan heeft, bedrijfsleven, de mensen met de gouden handen zoals we die noemen. We hebben hier de opleidingen metaal en elektro, dat heet tegenwoordig met een mooi woord produceren, installeren en energie. En we hebben de opleiding media, vormgeving en ICT, de oude beeld- en mediaopleiding, dus alles op het gebied van media. ICT hebben we hier in huis, economie en ondernemen en zorg en welzijn. Hoe is het enthousiasme? Enorm. Dat ziet u nu als u dadelijk rondkijkt in onze school. We hebben vandaag de basisschoolleerlingen in huis die werken aan kennismakingsworkshops. Kennismakingsworkshop waar ze leren of kennis maken met de beroepen van morgen. Dat doen we met een aantal collega's, maar ook leerlingen die jonge kinderen van groep 8 assisteren en meehelpen aan het kennismaken. In Nederland merk je wel eens dat alles maar HAVO moet zijn en zo hoog mogelijk moet zijn. Deze categorie leerlingen, daar is heel veel behoefte aan binnen het bedrijfsleven. Kinderen met gouden handen die praktisch zijn ingesteld en op die manier een prachtige route via het VMBO, MBO tot zelfs het HBO kunnen afstuderen. We hebben hier ook in huis het toptraject. Dat is de route die we in samenwerking met het ROC en Hogeschool Saxion hebben georganiseerd. Met meer VMBO-scholen hier in Almelo. Waarin we dus een prachtige doorlopende leerlijn van het VMBO tot en met het HBO hebben neergezet. Daar is veel animo voor. Een studie hier op school duurt 4 jaar. Dan gaat ze door naar het MBO en van daaruit door naar het HBO. En dan zijn ze klaar en dan hebben we prachtige mensen voor de praktijk. Voor de beroepenwereld, maar ze kunnen natuurlijk ook naar het mbo uitstromen en de praktijk dan ingaan, het beroepsleven ingaan. Dus voor ieder niveau is er een passende route. Zeker, we hebben vanuit onze school veel contacten met het bedrijfsleven. We hebben de Technetkring waarin we met bedrijven praten over ons onderwijs. En ook deze leerlingen lopen stage om te kijken hoe het in de praktijk gaat. We proberen ons onderwijs zo contextrijk mogelijk aan te bieden, dus dat ze ook leren in de praktijk. En als u dadelijk om u heen kijkt, in deze hal bootsen wij denk ik heel prachtig de praktijk na die ook in het bedrijfsleven zichtbaar is. U hebt onlangs 3 kratten bier gekocht, we hebben er nu 5 in de aanbieding.
Ik ben de vestigingsdirecteur van Vastligro Almelo sinds februari vorig jaar. Wij zijn groothandel en wij zijn groothandel voor MKB en horeca. Dus het kan zo zijn dat we niet bij iedereen bekend zijn. Want op het moment dat je geen inschrijving hebt bij de Kamer van Koophandel, kun je bij ons helaas geen inkopen doen. Dus we richten ons op de ondernemer en op de horeca. Landelijk gezien wordt er vanuit Veghel ons hoofdkantoor marketing gedaan om onze vestigingen. We hebben er 50 in Nederland, waarvan Almelo er één is. Om die vestigingen onder de aandacht te brengen. En we staan goed bekend bij horeca en MKB. Dus onze klanten weten ons goed te vinden. Sligro breed zijn er 12.000 medewerkers werkzaam. En de regio Twente, we hebben twee vestigingen, één in Enschede en in Almelo en een bezorgservice in Enschede. Schat ik in dat er daarna een paar honderd mensen zijn. En in Almelo zijn dat ongeveer 35, al met al 25 fulltimers. Wij zitten aan de Van der Broekenweg 12 en daar hebben we een hartstikke mooie locatie. Goed te bereiken met de auto, parkeerplaatsen om ons pand heen. Dicht bij de A35, 10 minuutjes van de snelweg, dus we zijn prima te bereiken. Los daarvan, aan mij de grote eer om ieder jaar rond deze tijd samen met u enige bespiegelingen aan onze mooie stad Almelo te wijden. Dat moet je ook maar één keer per jaar doen, want anders wordt het vervelend. Als we één keer per jaar doen, maar wij als Groep Heilig hebben een geloof in de plek in Europa. Ja. We bouwen een logistieke campus van 180.000 meter op het XL Business Park in Almelo. Wij bouwen voor de markt en wij verhuren onze panden aan onze eindklanten. En wij houden de panden ook als eindbelegging in portefeuille. Nou, dat is een hele mooie USP, hè, unique selling point voor het XL-park. Dat is heel belangrijk voor onze klanten. Ja. Omdat de meeste goederen toch via container, via Rotterdam worden aangevoerd, is dat heel erg belangrijk. Wij zijn 1 januari gestart met de bouw van fase 1, dus 43.000 meter hal. 1100 meter kantoor, 200 meter kantineruimte en allerlei locker rooms. En dat moet medio juli dit jaar klaar zijn. Nou, misschien komt dat er goed uit, omdat die sluis bij de Waarbeek, die gaat in reparatie. En dan komen er heel wat schepen naar Almelo. Dat klopt, dat heb ik ook begrepen. Dus die hele operatie die in Hengelo plaatsvindt op containergebied, die gaat via Almelo. Dus het wordt druk. Dus er wordt veel bouwverkeer verwacht, veel containervervoer. Dus er wordt veel drukte op de XL-park. Nou, ik wens u veel succes daarmee. Heel erg dank. Het gaat door. Ik ben Sjan Hofman. Niek Mollen. Ja, dan moeten we dat nu al zeggen. Nee, ja, maar nu zijn we natuurlijk... Ja, dat zijn we al... Dit is eigenlijk ons alter ego, hè? Ja. Dit is eigenlijk ons alter ego. Ja, zullen we dan nu maar eigenlijk onthullen wie we zijn, nou? Ja, de deurzakkers, toch? De deurzakkers. Ja, normaal gesproken zijn we de deurzakkers, maar voor carnaval uit Almelo... Nee, normaal gesproken zijn wij... De? Bottleneck rockers. Kijk, daar komt de waarheid, jongens. We zijn het echt. Schrik niet. We zijn het echt. Dus ik ga weg. Ja, en wij hebben een carnavalsnummer gemaakt, Michel. Ik heb verkeering met mijn angst aan de ex. Het is niet voor de liefde, alleen maar voor de seks. Ik heb verkeering. Eigenlijk was het meer een geintje. Maar vertel hoe het gebeurde. Vertel jij maar eens hoe het gebeurd is. Een klein stukje, vul jij aan, hè? Ja, is goed. Nou, we waren aan een optreden gehad met Bottleneck Rockers. We reden op terugweg, we zaten te ouwehoeren zoals we normaal altijd doen. En we kregen het op een gegeven over vrouwen. Dus favoriete onderwerp van Niek. Maar goed, op een gegeven moment maakte ik een opmerking van, nou ja, ja verkeering met aanstaande ex. Waarop Niek gelijk zei van, ja, het gaat meer om de seks dan om liefde. En dat werd eigenlijk meer om de liefde dan om de seks. En toen ging ik een beetje door. Het is eigenlijk wel leuk om op te nemen. Maar ja, we hebben hier een studio, dus een paar dagen later had Niek de tekst erbij geschreven. Ik de muziek wat aangepast. En ja, Harry erbij gehaald, een vaste engineer hier bij JB Studio. Nummer opgenomen en ja, dat was eigenlijk wel best wel gaaf.
En toen dachten we, nou ja, ik wil toch wel iets mee gaan doen. Ja, de grap is natuurlijk eigenlijk dat we... Ja, wij zitten altijd met optredens, zitten we altijd met elkaar met z'n tweetjes in de bus. Ja, en dat grapje eigenlijk, is eigenlijk ontstaan in de bus. Dus we lagen eigenlijk helemaal dubbel van het lachen in de bus. Door de opmerking die Sean maakte betreft, ja, het lijkt wel, als ik een relatie krijg, dan lijkt wel meteen al mijn aanstaande ex. Het gaat meteen weer fout. Dus daardoor is dat grapje eigenlijk ontstaan en toen lagen we dus helemaal bloof van het lachen. En toen is dit nummer is een beetje vorm gekregen en toen hebben we het opgenomen. En dat was eigenlijk meteen zo grappig. Ja, dat opnemen ook in een deuk gelegen. Ja. Dus, natuurlijk iets wat wij normaal gesproken nooit doen, we nemen serieuze cd's op. Nou ja, serieus. Ja, we doen een poging. Ja. Ja, we doen... Het leuke is dat we daar een jaar mee bezig zijn geweest. De cd is net uit, Bottleneck Rockers. Dus mensen, bij interesse, laat even weten. Dit ging zo snel. Ja, hier was weinig tijd voor nodig. Ja, er was weinig tijd voor nodig. Dus we gaan meer gekkigheid doen waarschijnlijk. Onder ooit, als het weer eens kerst is of Pasen. Iets met een paashaas, kun je ook weer iets verzinnen. Ja, iets voor de paashaas is ook leuk. Ja, ja, ja. Iets schrijven voor de paashaas. Ja. Maar duw een cachon, dat is natuurlijk wel even een ding geworden nu. Dus ik denk dat we nu onszelf wel verplicht zijn om volgend jaar toch ook weer met een nieuw nummer te komen. En een mooie zomerrit. Een mooie zomerrit. Ben en Ruud. Ben en Ruud niveau. Is dat iets? Ja, ik zie al een clipje voor mij met, laat me niet zeggen. Zomer waarin alles rijp en vol en gonzend van bijen leek. Bovenaan de weg, je stond er stil, keek om en zag de lage tuinen binnen handbereik. Het licht hing stil en zilverachtig geel, leek zich tegen een membraan te vleien, hield de bomen en de wilde bijen achter de heg bijeen tot één geheel. Hoe lang en nauwgezet je het beziet, dit ogenblik, de vorm waarin het komt, zo glanzend, lijfelijk en afgerond, waarom het blijft, begrijp je niet.